geen Tini en Lau. Ja. Maar Leslie en Wim. Wat sta je daar nou te staan? Bassende rendieren. Ah, nu kan je dit gewoon nog beter zien. Bas. Nou, we hebben inmiddels even koffie gedronken en het is tijd om de grote verrassingsdoos te openen. Nou, daar gaan we dan. Ja? Ja, ja. We gaan natuurlijk het huis versieren. Ja, dan. Oh, jee! De stemming zit er al lekker in. Alle glitters over. Oh, echt in de plant ook gewoon. Dus we gaan zelf glühwein maken. Glühwein! En we gaan ook, we gaan tarwebloem gevecht houden. Nee. Dit is niet genoeg, sorry. Nee, we gaan gingerbread koekjes maken ook nog. Yay! Oké dan. Oh god, het is begonnen. Een merlot. Alles gaat die gaat lekker? Niet in de. Ja, ja, ja. Is het sangria? Nou, het wordt geen sangria sowieso. Oh, hè? Blue wine. En een gingerbread mannetje. Ik zie vrij weinig van ons. Nou jongens, dus het wordt eerst blue wine en dan. Dat kunnen we zachtjes aanzetten om te trekken, toch? Obviously, dat kan niet ontbreken in dit cookie huis. Cookie ice. Ah, wil jij nu deze? Oh, die is ook. Die is wel beter voor mij, inderdaad. Yes. Nee, ik vind dit toch leuker. We hebben ook allemaal kleine kerstmutjes, omdat we zoveel van die rare prularia hebben. Kunnen we dus overal googly eyes en mutjes opzetten, als we dat leuk vinden. Kemakeur. Altijd, jongens, veilig. Let altijd op het kemakeur. En altijd je fruit eten. Pak boter. Vingermutjes. Met wine and dine. Vaak te beginnen. Nou, maak de wijn open. Dat zou erger komen. Nou, daar is de verrassing eraf. Ja, het kan. Wacht, ik ga hem heel erg. Ja, de leukste unboxing ooit. We saved some wine. Dit is een wijntje uit Kosovo. Oké. En dat was op aanbeveling van de eigenaar van Il Divino. Il Divino, deze, bedankt. Il Divino, op aanbeveling. Zoals ik altijd zeg, Chardonnay, zeg maar Chardonnay. Ja. Wim. Oké. Ik vind dat je samen met die gast daar op de televisie een band moet starten. Nee, want die gast is totaal ongeïnteresseerd. Hij weet niet hoe het instrument werkt. Ik zit echt aan het kijken van hoe ik met zo'n ding. Nee, hij houdt hem niet eens goed vast. Daar ga ik geen band mee starten. Mooie plan. Mooie plant. Nou, hier achter mij zie je ongeveer de ingrediënten staan voor de glühwein. Ik ga hem even maken, want hij moet ook nog een tijdje opstaan voordat hij klaar is. Zelf glühwein maken? Ja. En het, daar komen ook glitters in. Ja. Ik zal het even hieronder linken, het recept. Da-da-da-da. Zodat jullie het ook kunnen maken, want ik denk dat het echt heel lekker gaat worden. Ja, schiet nou op. Nee, in het midden. Je snapt ook niks. Hier. Ja, je niet bij kan. Ja, precies. Ja. Nee, precies. Alles goed. Is hier rechts. Genoeg tape. Nee. Als je hem alleen boven vasthoudt en loslaat, dan gaat hij vanzelf recht. Ja.
Bijna. Hier, ik moet eerst heel veel tape op. Nee, zo scheef als het maar kan, maar dat ga ik nee, even niet. Nee, hij gaat er zelf uit. Hij moet veel meer naar... Hij moet veel meer naar rechts doen. Ja, maar zo? Ja? Dat we daar niks meer aan doen. Heb je heel veel tape, want het blijft er toch niet hangen. Hij hangt nu al. Weet je waar mijn hand kwam? Gewoon extra tape. Nou, het is echt wel spuuglijker. Aito! Vol op zijn bakkers met die cactus in zijn oog. Ja, dat zal wel wezen. Iedereen heeft wel het beste met mij voor vandaag. Ja. Ja, door een hond te laten grijpen en dan... Naar het ziekenhuis. En dan voor de tetanus in je bek en een voor de tetanus prik. Acacia. Met aioli. Vier, wat ben je aan het maken? Gingerbread cookies. Wat zit hier allemaal nu al voor hier zitten lekkere dingen in? Eieren, suiker, boter, bloem, stroop en gingerbread mix. Oké. Het lijkt op cacao, maar dat is dus de combinatie stroop en gingerbread kruiden. Ja. En we gaan er 40 koekjes van kunnen maken. Dan zijn we hier nog wel even, denk ik. Jongens, de glühwein. Had ze flat. Jammer dat er geen geurvlog is. Oké, ik heb denk ik een goede grip zo. Het wordt een soort van absinthe manier. Ik wil even laten zien dat we glühwein hebben. Ja, maar daarbij hebben we dus doorzichtige kopjes die. Ja, ik ben weer de buitenbeen. De glühwein, Elvira is de buitenbeen. Lekker. Ja, proost. Wim staat er niet op. Wim is echt de buitenbeen. Wim drinkt alleen maar bier. Elvira is het bevroren beslag voor de gingerbread man. We gaan het plat maken. Ik snap ook echt niet waarom je dat daarover doet. God, 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 waarom doe je dat dan niet? Het is helemaal verkeerd. Kijk, zal ik het even voordoen? Ja, maar zo meteen gaat dat deeg helemaal plakken. Daarom was ik gestopt. Zie je, kijk, zo moet je het dus ook niet doen. Ja, je moet bloem op je roller doen. Zou jij een bloem op je roller stoppen? Hier kan ik het niet op uitrollen. Opnieuw. Over. Nee, dat hoeft helemaal niet opnieuw. Je bent gewoon geen koker. Nou. Nee, doe nou niet mijn mooie nieuwe kersttrui. Oh, je snapt er helemaal niks van. Moet je kijken, zie je? Nee, zo werkt dat dus ook niet. Oh. Je ervaring hadden met dingen. Ja. Maar dit is niet één van die dingen. Kijk, zie je? Ik heb het voorwerk gedaan en nou gaat het een stuk makkelijker. Nee hoor. Ik wil me nergens mee bemoeien. Maar je doet het wel. Maar we hebben best wel honger, dus ik wil hier gewoon iets maken. En een ster en een maan. Nee, dat moet je wel strak naast elkaar doen. En in de ster een kleine ster. Nee, Daan. Wat is dit nou weer? En nog een ster. Je verpest het allemaal. Maar gaan we kapsalon eten? Ja, lekker. Kerstkapsalon. Of het blijft aan het aardig vastpakken. Ik had het nog kunnen bestellen om 10:30 s'avonds, maar... Ja, dat kan wel. Het is niet 10:30. Daan! Ja, verpest het nou niet. Het is 10 uur. Okay. Nou, gingerbread men worden vreemde rondjes. En steetjes, die een beetje vaag zijn. Het slagveld, wat de fuck is dat? Dit is een blob. Een blob. Hallo blob. Ginger blob man. Kerstblob. Weet je, als het maar lekker is. Dat... Hoor je het nou niet op degene die ik al heb uitgedrukt? Godskoleren, je kan het ook echt niet, hè? Nee. Nee. Dat is echt een super goed plan. Je laat liggen wat je overhoudt. Oh, wat slim. Dan, kijk, hij is lekker bezig. Hier, moet je kijken. Hoppa. Hatsplat. Daan snapt het wel, jongens. Ho! Oh, daar ben ik van. Oh, dat heet er nog niet. Cookies. Ja. Gingerbread. Ik heb erop gehaald. Hallo. Hallo. En Daan is heel ver met zijn gingerbread. Ik vraag alleen af of ze te dicht op elkaar liggen. Omdat ze toch uitgaan. Ja, dan hoort toch een giant cookie. Er blijft nog niks van over hier. E.T. phone home. Zet jij een timer? Nee. Oké, okay. Leslie, zet jij zijn timer? Ja. Hoor je ja? 13. 16. 16? Ja. Tadaa! Oh. Eerste lading.
Nee. Jammer dat jullie geen smell-o-vision hebben, jongens, thuis. Oh. Oh, da 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 da. Weet je wat we als toetje hebben? Ja. Dan gaan we de sfeer aansnijden. We staan de hele dag in de keuken, dus we hebben maar gewoon eten besteld. Want het is inmiddels al 2:30 Half twee s'nachts. Ja, we hadden wel geluk dat ze nog bezorgden rond dit tijdstip. Ja, absoluut. In de metropool die Hilversum heeft. Kan je dus nog tot 2:30 pizza bestellen? Tuurlijk. De Fiji. Het aller. Ooit. Ja. Pizza. Kapsalon. Ja, dus dat is een pizza met friet erop. Een pizza kapsalon. Tatadata. Zoals Joey zou zeggen. Meat good. Fries good. Pizza's good. Dit was dus de kerstspecial. Yes. Als jullie het leuk vonden, doe even een duimpje omhoog. Of niet. Q, wat vind jij ervan? Fox. Oh ja. Merry Christmas and a happy new year. Nou, tot volgende week. Oké, doei. Later.